Het is woensdag, 10 uur en daarom zijn wij er weer met een nieuwe knutselvideo. En wat het nou is bij KnutselTV en wat wij zo tof vinden, is dat als die video online staat, dan krijgen we bergen reacties van ja, jullie. Ja, echt heel veel. Tof, super tof. En bij die reacties zitten veelal ook meisjes en jongens die vragen van, hey, kan het niet wat makkelijker, meiden? Ja, ik heb het toch allemaal niet in huis? Ja, gewoon heel veel goede tips krijgen we eigenlijk van jullie. Ja, dus wij dachten van, nou, daar luisteren we dan maar naar. Kan het niet wat makkelijker? Ja, het kan een stuk makkelijker. Vandaag. Vandaag maken we namelijk slingers. En als je even naar beneden gaat in onze studio... Ja, echt. Hier naar beneden. Kijk, dit zijn de slingers die we vandaag gaan maken. Een easy peasy knutsel. We gaan versieren, maar die is zo klaar. Wat hebben we nodig, Anouk? Wij hebben nodig draad, koord. Ja, anders kon je... Touw, ja. Ja, touw. Papieren onderzetters, een schaar en een plakstift. Dat is alles. Nou, aan de slag dan. Ik denk dat we met de draad gaan beginnen. Dit is maar net hoe lang je de... Kijk, dit gaat al goed, hè? Lekkere, dikke, vette knoop erin. Ja, maar... lekker ingewikkeld. Maar... En die draad die span je eigenlijk even lekker over je tafel en in dit geval over het werkblad. Zo. Hoppakee, dat is het begin van de slinger. Je kunt een kilometer slinger maken. Het ligt eraan hoeveel tijd je hebt. Wij en hoe groot je huis is. Ja, of je kamer, weet je. En dan heb je van die leuke... Dollies noemen ze dat. Dollies? Ja, dat heet een dolly. In Engels heet het een dolly. Ja, en hier in Nederland heet het gewoon een papieren onderzettertje. En dus, die gaan we eens eventjes, want dat is een minutieus werkje. Minutieus? Ja, maar dan moet je heel precies die dollies, papieren onderzetters, uit elkaar halen. Dat je ook even iets moet gaan doen. Nou, dit duurt nog wel even. Ja, tot volgende week. Tot volgende week. Oké, maar dan heb je dit gedaan en dan? Nee, we gaan het eerst even doen, want anders... Oh. Je ze liggen hier in allerlei soorten en maten, kleuren. Kijk, je kunt zelf de tofste combinatie maken die bij je kamer past of die bij jouw feest past. Trouwens, ik vind eigenlijk dat je eigenlijk niet slingers hoeft te beperken tot verjaardagsfeestjes en dat soort dingen. Waarom zou je niet het hele jaar lang gewoon slingers in je huis hebben? Ik heb dat. Volgens mij hebben we ook nog goud. Kijk eens. Hé, maar daar hebben we ook een bumper van goud. Kijk maar. De binnenkant hier, kijk eens cameraman, die lijm je. Wel een beetje voorzichtig. Zo. Lekker. Dat hebben we gedaan. Draad erop. Zo in het midden. En dan hoef je hem alleen maar dubbel te vouwen. Even kijken. Heb ik dat netjes? Ja, mooi. Het is ook wel leuk dat dit een beetje zo op, omdat je het niet lijmt, is het een beetje zwierig. Zwierig? Ja. En zwierig? Zwierig. Ik ga ook even helpen. Oh, gezellig. White one. Schroepen van plek. Luister, we hebben ook een vraag van jullie gekregen over een question and answer. Een question en, and an answer? Precies, en wij beantwoorden jullie vragen maar al te graag. Dus heb jij vragen aan ons als knutselzussen over het knutselwerkje, over Anouk zelf, over mij? Dat kan gewoon. Ja. Even onder de video, stel hem en dan beantwoorden we hem gauw. De geteltrek allemaal. Yes! Eén. Beetje zwierig laten hangen. Zwierig. In onze knutselpaleisje. Hey, leuk is die, Anouk? Oh, het is zo mooi. Het is al een rijke, fijne aankleding. Hey, vind jij deze knutsel nou ook leuk? Geef dat een duim. En like hem, dan mag je ook een duim geven. En word ook meteen abonnee. Want dan mis je geen enkele knutselvideo. Nee. En dit was de makkelijke knutsel van de knutselzussen.